onderweg naar Bavel, dus vorige week met Cortana en Northstar. Het plan is hetzelfde, 2 rondjes 1:10 met Corrie en een rondje 1:10 en een rondje 1:20 met Northstar. Ik heb helaas niet zo'n hele leuke mededeling en ik heb wel besloten om vandaag door te gaan met vloggen. Zodat ik zoveel mogelijk in de gaten kan houden. Wat vorige week ook goed gelukt was. Dat is fijn. En verder gaan we gewoon weer rijden net als vorige week. Hopelijk nu wel rondje 21 met Northstar. Maar we gaan gewoon weer kijken. Ik ga je mening. Hoi allemaal, we zijn aangekomen in Bavel. Ze beginnen ietsje later dan ik had voorspeld net. Dus ik heb heel even tijd nog om even te filmen. Want ik heb deze mee van Y-Food. Dit is de nieuwe limited edition caramel popcorn. Echt een super lekkere smaak. Echt top. En ik zit nu dus even in de auto. En dan gaan we zo meteen beginnen met opzalen. En dan kan ik tussendoor kan ik deze drinken. Want het is nu, hoe laat is het nu? 10:55. En ik moet dus ja om waarschijnlijk 12:00 de eerste rijden. En dan Corrie direct nog een keer. En dan is van 3:15 later de tweede. Dus ja, eigenlijk precies rond lunchtijd moet ik dus rijden. Dus dan is dit tussendoor gewoon echt ideaal. Hier zitten alle voedingsstoffen in die je nodig hebt. En dit vult voor een hele maaltijd. Dus het is gewoon top en makkelijk. Met mijn code demi-youtube voor 10% korting. En klik op de link om te bestellen. Hoi allemaal, ik sta tussen Corrie en Northstar in. Ik hoop dat ik geen kopstoot ga krijgen of knietjes. Maar ik denk het niet, ze zijn nu rustig. Ik heb helaas niet zo'n hele leuke mededeling. En ik heb wel besloten om vandaag door te gaan met vloggen. Ook omdat ik wel, dit hoort er ook wel gewoon bij. En dit geeft denk ik ook aan hoe dat ik in de wedstrijd sta, letterlijk en figuurlijk vandaag. Maar goed, we waren dus net aangekomen. Wat ik net heb gevlogd van Y-Food, dat is echt een kwartiertje geleden. En we hadden Corrie opgezadeld en Eline het hoofdstel in de trailer. En Northstar stond gewoon echt helemaal te trillen. Dus Eline zei, ja, we moeten misschien even een zweedeken opdoen. Ik hoop toch niet dat jullie heel veel geknabbel horen. Want we zijn aan het eten. Want hij heeft het denk ik koud. Ik zei, ja, maar is het dan koud daarbinnen? Want het is buiten ook niet per se koud. En binnen met 2 paarden is het dan meestal niet koud in de trailer. Dus nou, vervolgens werd Corrie opgezadeld. Die was ook best wel druk. Uiteindelijk hadden we er opgezadeld. Stond ze ook echt een beetje te trillen. Ik zeg, ja maar Eline, dit is gewoon echt spanning hoor. En ik zei al bij Northstar, van misschien is het wel gewoon spanning. Want ja, het waait dus best wel. En hiernaast zijn ze aan het voetballen. Nou is dat niet heel hard. En vorige week stond ik hier ook. Maar ja, het is wel gewoon een beetje... Corrie, ik ben niet in beeld. Wel gewoon slecht weer, veel wind. Dus en ik kom bij Northstar om zijn touwtje te wisselen, want hij staat nu gewoon aan een normale, maar we zetten hem in de trailer altijd aan een veiligheidshaak. Als hij alleen is, omdat hij dus al een paar keer is gaan stijgen in de trailer als hij in paniek raakt. Er is een enkele keer gebeurd, maar toch hakt dat er gewoon best wel in, die spanning, omdat de gevolgen vaak best wel groot zijn. Hij is gelukkig 2 keer heel goed van afgekomen, maar ja, het is gewoon echt heel naar. Als ze over de voorboom zitten of als ze vallen in de trailer. Dus. En ik kwam hier om dat touwtje te wisselen. En had de voorboom had hij er al afgetrapt. En hij stond helemaal te trillen. Echt gewoon te shaken. Gewoon echt helemaal zo ging die. En hij was helemaal klam van zweet. Van voor tot achter. En we hadden dus een hooinet neergelegd. En normaal eet hij dat dan gewoon rustig eens eentje. En dan kon hij ook gewoon alleen wachten. En hij at niet. En hij was...
heel erg aan het schrapen en die vorbum had hij er dus afgegooid en hij was helemaal bezweet. Ik zeg tegen Eline, ik heb er denk ik nou, 5 minuutjes of zo bij gestaan, terwijl Corrie dus eigenlijk wel helemaal klaar was. Ik had nu ook al moeten lopen en zo. Maar ik zeg, ja, Eline, we gaan hem niet rustig krijgen. Ga maar weer naar huis, want ik weet gewoon als ik nu wegga en ik laat een paar minuten alleen, dan raakt hij gewoon helemaal in paniek. En dan weet je gewoon niet wat de gevolgen zijn. Dus ik ben er echt oprecht heel erg verdrietig over. Niet dat ik die wedstrijd niet kan rijden, want dat kan me eigenlijk gestolen worden. Maar ik vind het meer gewoon heel naar dat hij zo die stress af en toe dus heeft. En Northstar en Corrie zijn van dezelfde mama. En die hebben alle twee zo dat scherpe randje. Als het net even het emmertje vol is, zal ik maar zeggen, dan exploderen ze dus soms ineens. Met rijden helemaal niet hoor, maar wel in de omgang of als ze alleen... Oh, Northstar! Als ze alleen worden gelaten. Hey! Northstar, ga eens even jij eigen ouwe. Dus, maar hij wilde ook echt helemaal in me. Hij wilde echt niet dat ik hem alleen liet. Dus ik dacht, weet je, dit gaan we gewoon niet doen. Weet je, dit is het gewoon echt niet waard. Dadelijk laat ik hem staan. Slaat hij achterover, breekt hij zijn rug. En dat geef ik mezelf echt nooit. Maar ik vind het wel heel verdrietig dat hij zoveel stress heeft. Maar het is beter voor hem. En ook voor Corrie is het ook best wel spannend hoor. Beter voor alle twee. En ook voor mijn gemoedstoestand om nu gewoon naar huis te gaan. Thuis te gaan rijden. En dan maken we gewoon thuis een leuke vlog. Ga ik gewoon thuis even met ze aan de bak. Misschien nog met wat andere paardjes. En dan gaan we gewoon door naar de volgende wedstrijd. Het is wat het is. Niks aan te doen. Hé, lieve jongen. Ja, je geeft me helemaal stress. Oh, ik moet echt bijna huilen gewoon. Ik krijg zoveel stress als mijn paarden stress hebben. Oh, niet normaal. Maar goed, we gaan lekker naar huis. En dan gaan we weer de ontspanning opzoeken. En dan gaan we gewoon trainen. Zoals jullie misschien al hebben herkend. Hij is wel op mijn Insta een paar keer te zien geweest. Maar volgens mij niet zoveel op YouTube. Maar goed, we hebben nu natuurlijk even een andere dag en wat meer tijd. En we wilden misschien naar het bos. Maar het is echt wel koud en is niet ideaal. Dus ja, we hebben nu gewoon thuis tijd over. En het leek me leuk om met hem een keer een sprongetje te proberen. Hij is 100% dressuur gefokt. En hij kan ook heel goed dressuur lopen. Ik zal even als de jeugd de riem van hem in beeld zetten. Hij is ook te koop en ik krijg ook best wel vaak de vraag of hij een sprongetje kan. Maar hij is best wel stoer, dus ik denk misschien van wel. Maar dat gaan we dus vandaag proberen en ik ga jullie gewoon meenemen in de vlog. Nu dat het een hele andere dag is geworden. We gaan gewoon rustig naar het bos rijden en gaan beginnen met een balkje en dan kijken gewoon of we het komen. Nou jongens, ik zit nog op Flootje. En hij heeft super goed gedaan. Hij heeft een steltje van de geel rode gedaan. En een steltje en okser van de rood-blauwe. Hij heeft geen één keer gestopt. Hij deed alles in één keer. Hij deed het eigenlijk gewoon super goed. In draf en in galop. En hij vond het eigenlijk gewoon super leuk. Hij had zijn oortjes erop. Hij was super voorwaarts.
Dus het was echt super leuk. Kijk, hij is nou ook nog helemaal happy. Helemaal happy de peppy. Dus nou, dat was super leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. Dus iedereen die benieuwd was of hij ook kon springen. Hij kan het. Kijk hoe blij hij is. Hallo lieve mensen, don't mind dit. Ze zijn de kantine aan het opknappen, kijk. Dus hier komt zo meteen het plafond in en dan is het helemaal geïsoleerd en mooi. De dag is voorbij. Zoals jullie konden zien heb ik net nog gesprongen met Corcana, een gymnastieklijntje. En ze deed echt super goed, sprong echt heel voorzichtig. Dus ik heb het ook niet te hoog gedaan. Mijn hoofd zat zelf ook een beetje vol. En ja, ik dacht, weet je, ze is echt zo goed in de manieren, zo voorzichtig, zo vlug. Als ik ze dan te hoog laat springen, worden ze bang en dat is niet nodig. Dus we hebben het een beetje laag gehouden, maar wel heel goed gesprongen. Ik ben blij dat ik het nog even heb gedaan. Verder hebben we nog lente hebben gedaan. Sarah, daar is een klant voor geweest, die staat te koop. Lily, Pleasure, Corcana en Florentie hebben gesprongen. Dus daar nog 6, dus dat is wel lekker. Noordstar heb ik dus niks mee gedaan, expres, omdat... zo, licht is dus beter. Expres, omdat hij dus zo gespannen was. Dacht, ja, dat is ook niet fijn als hij al zo'n stressprikkel heeft gehad om hem dan nu nog aan het werk te gaan zetten. Dus die heeft extra dag vrij, dus die gaat morgen weer meegenomen worden. En dan is de dag weer voorbij. Ik heb vanavond een rustige avond samen met mijn vriend. Gaan we Married at First Sight kijken. Heel burgerlijk. Maar goed, helemaal zin in. Gewoon even in de chill. En nu ook heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Laat een comment achter. Vind ik altijd leuk om te lezen. En dan zie ik je heel graag bij een nieuwe video. Bye bye!